Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik ga deze keer met u behandelen een leidsman en een herder voor mijn volk Israël. Je zou denken dat het een soort kerstverhaal is, maar dat is dus niet zo. Ik ga u vertellen wat er gebeurd is bij de geboorte van de Heer Jezus en vooral waarom. En dat is uit ons volksleven totaal onbekend. We vieren elk jaar kerstmis en dan gedenken we niet de geboorte van de gezalde koning van Israël, maar dan tuigen we een boom op, die hangen we vol ballen en dat komt uit de Babylonische rommel. Maar het echte verhaal, dat wordt verzwegen. Er wordt een zoetsappig kerstverhaaltje verteld, waar we niks aan hebben. Maar het is goed voor het gevoel, voor je gevoelsleven, is lekker. Maar ik ga u laten zien waarom de Heer Jezus geboren is. En dan gaan we naar Matteüs hoofdstuk 2 vers 1 tot 12. En ook nu vraag ik u om aandachtig mee te lezen. Het is van kardinaal belang voor ons geestelijk voedsel en ons voortbestaan. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Je ziet wijzen uit het oosten, het is niet drie koningen, wijzen. En er staat de koning der Joden. Maar het is niet de koning der Joden, want Jezus is geen koning over Joden, maar hij is koning over Israël, de 12 stammen. En in die tijd waren de 10 stammen in ballingschap, weg. Alleen het huis van Juda was overgebleven. Dus als we dan spreken, was Jezus de koning van Juda, want hij komt uit het huis van Juda. Dat heeft dus niks te maken met het Jodendom. Dat is een valse verklaring en zeer misleidend. Want we gaan verder. Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te brengen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden en het volk vergaderen en trachten van hem te vernemen waar de gezalfde, de Christus, geboren zou worden. En hij zei het hem te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Zie je, die staat Juda en geen Joden. Want, nu komt het, uit u, Juda, zal een leidsman voorkomen, comma, die mijn volk Israël wijden zal. Ha, volk Israël, de 12 stammen. Dus hij is niet gekomen om een kerk te stichten, en zeker geen culturele kerk. Toen riep Herodes de wijze in het geheim, en hij deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster verschenen had, en hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide, gaat en doet onderzoek, nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ik hem hulde ga bij het bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg. En zie de ster die ze hadden gezien, het oosten ging hun voor. Totdat ze kwamen en stonden boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met grote vreugde en gingen het huis binnen, dus niet een stal, en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan. Let goed op, goud, wierook en mirre. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. Ongetwijfeld heeft u vele malen deze woorden uit Matteüs horen voorlezen in een preek rond 6 januari, het zogenaamde Driekoningsfeest. Het gaat hier immers om de huldiging naar de geboorte van onze Heer Jezus. Maar als je deze boodschap aandachtig beluistert, zoals deze in de kerken en over het algemeen gebracht wordt, ontdek je vrij snel dat de predikers de kern van het evangelie, zoals Matteüs deze heeft opgeschreven, niet goed hebben begrepen. Zij begeven zich dan altijd rond het figuur van deze wijze. Zeker aandeel in de profetisch is dat belangrijk. Maar ook de betekenis van het goud, wierook en mirre. Maar waar heeft de Heilige Geest de nadruk op gelegd?
op de uitspraak van de profeten. Let goed op. Want zo spreekt de Heere, de aanklacht tegen Israël, haar zonden, haar verbanning, maar ook over het herstel. Israël, God, Israëls God, is een rechtvaardige God, vol liefde voor zijn volk. Hij heeft maar één doel voor ogen, het volledig herstel van zijn koninkrijk op aarde. Bitter heeft de hemelse vader geleden om de straf die zijn enig geboren zoon heeft moeten ondergaan om Israël los te kopen van de slavenmarkt. Onze herders gaan eraan voorbij aan de bediening van de Messias, de gezalde koning van Israël, de Heer Jezus, waarvoor hij werkelijk is gekomen, komt in hun gedachten niet op. In Matteüs hoofdstuk 1 vers 21 heeft de evangelist het wel duidelijk gezegd. Hij zegt, zij zal een zoon baren en ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. En dit alles is geschied omdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere, door de profeet gesproken heeft. Wie is zijn volk? Heeft u voor uzelf wel eens deze vraag gesteld? Of gelooft u uw kerkelijke herder? Door de gevestigde kerken wordt namelijk gesuggereerd dat Christus een totaal nieuwe godsdienst heeft gesticht. En op grond daarvan is er een filosofie ontstaan rondom de figuur van Jezus de Christus, welke losgemaakt is van zijn oorspronkelijke taak als Messias van Israël. Hij wordt nu als een algemene Jezus voorgesteld. Rondom deze algemene Jezus is in de loop van 2000 jaar een geweldige cultus ontstaan. De namen van de kerken en groepen zijn niet meer te tellen. Zij zeggen de waarheid te prediken. Maar de vraag is dat zo? Oh ja, er kan prachtig gepreekt worden, voortgekomen uit menselijke gedachten. Maar wat is nu het middelpunt van de schrift? Het staat toch zo duidelijk in Gods woord. Terug naar de wijze mannen die de ster gevolgd hebben. Aangekomen zijnde in Jeruzalem, gingen zij navragen waar ze moesten zijn. Ook Herodes kreeg het te horen en riep de overpriesters en schriftgeleerden, de synode van zijn tijd, bij elkaar. Zij waren immers de slimme mensen die de schrift kenden. Bij het aanhoren van de wijze werden zij allen ontsteld. Tegelijk met heel Jeruzalem, volgens Matteüs 2 vers 3. Zij vroegen, waar spreken deze vreemdelingen over? En wat betekent deze ster? Toen de overpriesters en de schriftgeleerden Torah gingen onderzoeken, kwamen zij met het antwoord zoals een goede synode betaamt. In het 5e en 6e vers staat dan ook, zij zeiden tot hem, dubbele punt, te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet, dubbele punt, en gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen, let goed op, die mijn volk Israël wijden zal. Dus niet een kerk wijden zal, maar mijn volk, de 12 stammen van Abraham, Isaac en Jacob. Zij gaven het antwoord zoals de profeten hebben geschreven. Waarom zeggen onze predikers vandaag niet tegen ons, kijk eens wat de profeten hebben gezegd? Nee, ze komen met hun eigen gedachten. Het is van groot belang om te weten wat de profeten zeggen. Wie is nu de Heere Jezus? Want hem hebben wij nodig in deze tijd waarin we nu leven. Zijn komst staat voor de deur. Wij moeten door diep water. We kunnen alleen zijn pad volgen als we weten wie hij werkelijk is. Wat hebben de profeten van hem gezegd? Luister naar Matteüs 2 vers 6, nogmaals. En gij Bethlehem, land van Juda, niet land van Joden, zijt geenszins de minsten onder de leiders van Juda, geen Joden. Want Juda was ook een Israëliet en geen Jood. Want uit u, Juda, zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Hoe duidelijk staat het
geschreven. Dus het gaat om een leidsman, zegt God, die mijn volk Israël wijten zal. Dan moeten wij ook kijken wat over deze leidsman en herder staat geschreven. In de Hebreeënbrief staat geschreven dat we verder moeten gaan dan alleen de leer van bekering, het afleggen van dode werken en handoplegging enzovoort. Wij moeten verder gaan naar de volmaaktheid. Dat houdt in dat wij Jezus moeten kennen zoals Paulus dit zo mooi zegt. O, dat ik hem, Jezus, mag kennen in de kracht zijner opstanding. De profeten spreken niet alleen over Jezus, hoe hij in ons hart woont. Zij spreken niet alleen over hem als iemand die mij van mijn zonden verlost. En als ik op een dag sterf dat ik in de hemel ga. Nee, zij spreken over hem als de Messias, de grote koning. Hij is de enige hoop voor de wereld. Hij is waarachtig de herder en de leidsman van zijn volk Israël. Wij Nederlanders zijn een deel van dat volk. Wij zijn schapen zijner weiden. Maar ons volk weet dit niet. Zij krijgen te horen dat ze behoren tot zogenaamde heidenen, dat wil zeggen niet-Israël volkeren, die door hun geloof en het aannemen van Jezus zijn geënt in de olijfboom van Israël. Dat is de grootste leugen die de afgelopen 2000 jaar verteld wordt. Daarom is het belangrijk om te weten wat de profeten over hem, over Jezus, zeggen. Wij staan vlak voor een toekomst vol bedreiging zoals de mensheid, voor de Adamieten, die het nog nooit heeft beleefd. Ons Nederlandse volk leeft in staat van oorlog met Gods gerechtigheid. Abortus, euthanasie, porno, ontspoorde huwelijken, ongehoorzame kinderen, occulte machten die de media beheren en noem verder maar op. Een tijd van totale duisternis. 60% van ons volk zegt niet meer in God te geloven, terwijl de bouw van de afgodstempels in ons land in een snel tempo toeneemt. We hebben al meer dan 300 moskeeën in Nederland, moet je voorstellen. Een tempel van de vijand van Israël, dus van Satan. Meer dan 190 vreemde nationaliteiten wonen legaal of illegaal in ons land. Drugs zijn niet meer te bestrijden. Nee, geen mooi beeld van het eens zo christelijk Nederland. Maar de profeten vertellen, hij is geboren in Bethlehem in Juda en zal een leidsman en een herder zijn voor zijn volk Israël. En deze herder en leidsman moet voor ons de toekomst bepalen. Wij moeten hem beter leren kennen, zodat wij kunnen zeggen, wat doet er toe als we leven of sterven? Christus is ons gewin. Ik behoor aan de Heeren. Een leidsman en een herder voor zijn volk Israël. Wij moeten de goede herder beter leren kennen. Er zijn veel valse herders en leraars. In Numeri 22 tot 24 vindt u het verhaal van de huurling profeet Biliam, die door de Moabieten gehuurd werd om het oude Israël te vervloeken. Maar de Heere God heeft dat niet toegestaan. Integendeel, Biliam moest Israël juist zegenen. Zo zijn er in onze dagen veel huurlingen in ons land die op de preekstoel een vloek over ons volk uitspreken in plaats van een zegen. Want alles wat de Heer heeft verboden, wordt nu goed gevonden. Homoseksualiteit wordt aangezien zichzelf te zijn. Zelfs worden zij in een zogenaamd huwelijk verenigd. Vrije seks, samenwonen, te veel om op te noemen. Ons volk leeft in losbandigheid. Nu iets over de ster van de wijze. In Numeri 24 vers 17 vertelt ons het volgende. Let op, in de profeten staat, ik zie hem, Israël, maar niet nu, ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël en verbrijzelt Moab slapen en verplettert alle zonen van Seth. Jezus de Messias is deze ster. God heeft het zo beschikt dat bij zijn geboorte een speciale ster verscheen, welke de wijze mannen uit het oosten heeft begeleid naar Bethlehem in Judea om de koning der koningen eer te bewijzen, zoals voorzegd was door de profeten.
De vraag luidt dan, wie is dan die goede herder? De apostel Johannes geeft een goed beeld van de herder en leidsman van Israël. Dan gaan we voor naar Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot 3. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur, dus door Jezus, binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij namen en voert ze naar buiten. Want we hebben eerder gelezen, want uit u zal een leidsman en een herder voorkomen voor zijn volk Israël. Wij moeten leren Gods woord te geloven. Wij moeten geloven wat de Bijbel zegt. Waarom wordt deze belangrijke boodschap dan in de kerk vergeestelijkt? Waarom nemen wij God niet op zijn woord? Wij zijn Gods volk. Dus zijn wij ook zijn schapen. In de gewone preken wordt aanvaard dat allen schapen zijn. Dan wordt met allen alle volkeren bedoeld. Maar is dat waar? Niet alle mensen op aarde zijn Gods schapen. Lees maar wat de goede herder tegen de Joden zegt in Johannes 10, vers 26 en 27. Die mensen die zo begaan zijn met de Joden, die moeten eens goed luisteren wat ik nu ga zeggen. Maar gij gelooft niet, zegt Jezus, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Dus de Joden zijn niet Jezus' schapen. En wij maar achter de Joden aanlopen, weet je nog? Christenen voor Israël met al hun politiek erbij. Ja, en hun programma's op de televisie, op Family 7, die allemaal leugens en misleidingen vertelt. Ze vertellen dat de Joden het uitverkoren volk voor God is. Wat een pertinente leugen is dat. Als kind zijnde heb ik het altijd heel raar gevonden als mijn moeder vertelde, ik had een tweede moeder, die was nogal een beetje jodengek, dat die Joden Gods volk waren. Ik dacht, hoe kan het nou? Als ze nou Gods volk zijn, waarom zijn er dan 6 miljoen vermoord in gaskamers? Dat heeft me altijd geïntrigeerd. Ik heb er heel veel studie naar gehad. Toen zijn mijn ogen open gegaan. Want toen ik Jezus leerde kennen als die goede herder van Israël, en ik leerde dat ik een van die schapen was, ging mijn denken veranderen. Dit is wat ik vertel voor velen een schokkende uitspraak. Om te zeggen dat niet alle volkeren Gods schapen zijn. Maar het is wel de waarheid. Volgens de Bijbel is er maar 1 volk waarvan God spreekt als zijn uitverkoren volk. En dat is alleen Israël. En de Heer Jezus is herder van Israël. Dit moet beklemtoond worden. Wanneer u Johannes 10 leest, let dan op de woorden stem. Dit komt veel voor in het hoofdstuk. De schapen luisteren naar Gods stem. U hoort Gods stem in uw hart. Hij spreekt met ons. Wij zijn immers zijn schapen. Maar waarom doen wij dan niet wat hij zegt? Een voorbeeld. Er zijn velen die gehoord hebben. Je moet je laten dopen door onderdompeling. Maar ze doen het niet. Ondanks dat ze weten dat besprenking, kinderdoop niet juist is. Zij hebben Gods stem gehoord en zijn ongehoorzaam. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Wat zullen wij zeggen als wij voor de rechterstoel van Christus staan? Hij zal zeggen, ik zal je niet oordelen, maar het woord zal je oordelen. Wij moeten niet te licht over Gods woord denken. Wij hebben de Bijbel, wij kunnen lezen en door Gods geest begrijpen. Want Johannes zegt in Johannes 10 vers 7, daar zegt Jezus zelf, wanneer hij zijn eigen schapen al naar buiten gebracht heeft, gaat hij ze voor en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Weet je nog onze begintekst uit Matteüs 2? Want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En Matteüs 10 vers 5 hebben we gelezen, maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, noch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemde niet kennen. Deze gelijkenis heeft Jezus gesproken, maar ze hebben hem niet verstaan. Daarom zei Jezus nogmaals, voorwaar ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers.
maar de schapen hebben naar hem niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. De dief, moslims, goddelozen, komen niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij, die schapen, een leven hebben in overvloed. Hoe komt het dat wij als Nederlandse volk geen geestelijk leven in overvloed hebben? Omdat wij de goede herder niet echt kennen. Wij horen klanken van veel vreemde stemmen. Wij weiden op verkeerde grond. Dat komt door valse herders, politiek en kerkelijke leiders. Dominees noemen zich zo graag herder en leraar. Maar ze weten niet eens wat dat is. Dom, hè? Goed. Kijk naar onze kranten, tijdschriften en televisie. We luisteren als volk te dikwijls naar slimme theologen met liberalistische, socialistische opvatting in hun theologie. Hebben wij wel eens echt de waarheid horen preken? Vooral rond Kerstmis. Zodat wij weten waar het werkelijk om gaat. Wij moeten komen bij de werkelijke kern van het boodschap. Jezus, de Messias, is een herder en een leidsman voor zijn volk Israël. Satan probeert de boodschap van de verlossing van Israël kapot te maken. Te verminken. Hij brengt ons in een geestelijke leegte en verdrukking. Maar in die verdrukking kunnen we toch leven uit een overvloed. Want voor een kind van God is de benauwdheid de beste tijd. Dan ben je gespitst op zijn stem. Zo gaat het ook met ons volk, dat door vele crisissen is gegaan. Denk aan de 80-jarige oorlog voor godsdienstvrijheid. Recentelijk de Tweede Wereldoorlog, om maar iets te noemen. En nu de geestelijke aanslag op ons volk door ismens die je maar kunt bedenken. Door de vele ismens. Deze crisis is de ergste van allemaal. Geestelijk losgemaakt te worden van de grote herder en leidsman van ons dagelijks leven. Ook in het leven van ons Nederlandse volk, die pilaren van ons volksbestaan, zijn omvergeworpen. Maar er is hoop voor ons land. Jezus zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Dank God voor de goede herder. Leraar en predikers die ons vertellen dat hij gestorven is voor onze persoonlijke zonde. Maar wij moeten ook weten van de nationale verlossing van Israël. Dat Jezus de Messias volgens de profeten juist gestorven is voor Israël. Dat hij zijn leven voor u en mij heeft afgelegd. Niet voor alle volkeren, want niet alle volkeren zijn zijn schapen. Jesaja 53 vers 8 leert ons om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Dus niet de plaag van de wereld, maar van zijn volk. Jesaja spreekt hier de opdracht van God over en tegen Israël. Als we dit verstaan, ik praat een beetje te snel, dan moet een beetje rustig zijn. Ja, je raakt zo opgewonden van die prachtige boodschap, dat het eigenlijk vanzelf gaat. Jesaja spreekt een opdracht van God over en tegen Israël. Als wij dit goed verstaan, wordt hij kostbaar voor ons als Nederlandse volk. Dat behoort bij het niet-Joodse deel van Israël. De 10 stammen zijn nooit Joden geweest. Nooit, nooit, nooit. Dus het grootste deel van het volk Israël zijn nooit Joden geweest. Dus er trokken nooit Joden door de Rode Zee. Enzovoort, enzovoort. Mozes was geen Jood, Paulus was geen Jood. Niet één van de apostelen was een Jood. En zelfs Jezus was geen Jood. En wij horen alleen maar andere zaken. Christenen voor Israël. Halleluja. Maar wie huurling is, moet goed luisteren in Johannes 10, vers 12 tot 14. Maar wie huurling is en geen herder, dus die predikanten die zondags op die preekstoel klimmen, met die ismens, sociale en al die andere zaken en filosofieën, ja, laten schapen in de steek. Moet je goed luisteren. Ik lees het nog een keer. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek, vlucht en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.
Er zijn zelfs predikanten die niet in God geloven. Het vorstenhuis kent er een paar. Moet je voorstellen, je laat je kind over en een predikant die niet gelooft in God. Hij sluit huwelijken en hij gelooft niet in God. Wat doet die man eigenlijk? Is het een beetje voor de show, voor de televisie, een beetje voor de, als het maar een beetje show levert. En als er een traan komt uit het oog van een bruid. Och, dan is de hele volk is ontroerd. Maar die man die dat huwelijk moet inzegenen, die zegent helemaal niks in. Dus uiteindelijk zijn die mensen voor God niet getrouwd. Je moet verder kijken als dat je neus lang is. Want Jezus zegt, ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Daarom ken ik Jezus, omdat Jezus mij kende. Wij moeten deze belangrijke zaken niet laten vergeestelijken. Het is letterlijk bedoeld. Het is nu juist het probleem. Daarom is het evangelie, zoals het vandaag wordt verkondigd, nog niet in zijn volle kracht. Want, wat zeggen de predikers? Ja, Jezus is de goede herder van alle volkeren en sluiten daarbij juist Israël uit. Dat heeft God immers weggedaan voor zijn aangezicht, zeggen die theologen. Hij heeft toch een geestelijk Israël genomen dat bestaat uit alle mensen, uit alle volkeren. Weer zo'n grove, pertinente leugen. En dat de gemeente, wat het ook mag zijn, niet te vergeten, deze is immers los van Israël. Hoe komen ze nou op dat idee? Hij is immers gestorven aan het kruis voor allemaal. En dan krijgen we de overbekende tekst van Johannes 3 vers 16. Maar onze herders zijn nog niet eens bij het belangrijke punt gekomen van de profeten. Hij zal een herder en een leidsman zijn voor zijn volk Israël. Dit is de kern van het evangelie van het koninkrijk. Het herstel van alle 12 stammen. Dat is wat ik al 40 jaar preek en blijf doen. Dit is van groot belang wanneer je begint te zien. Ik ben één van die schapen, een Israëliet. En hij is voor mij persoonlijk gestorven. Dan komt dat persoonlijke pas. Omdat ik van Israël ben, komt het verlossingsplan direct bij mij terecht. Vers 15. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken, en ik zet mijn leven in voor de schapen, huis van Israël, want zij hadden een scheidbrief gehad. Ze hadden goreerd met andere volkeren, met andere vrouwen, andere godsdiensten. En dan zegt Jezus, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn, ook die moet ik leiden. En ze worden dan één kudde en één herder. Die 10 en die 2 stammen komen ooit weer bij elkaar. Je goed luisteren wat ik zeg, want dit wordt u nooit verteld. De 10 stammen waren niet aanwezig tijdens Jezus tegenwoordigheid in Palestina. Daarom verwijst hij in Matthäus 10 vers 5 en 6 naar deze verloren stammen. Hij geeft opdracht, let op wat zegt, hij de gezalde koning van Israël zegt. Deze 12, die apostelen, heeft Jezus uitgezonden, hij geboden, zeggende, wijk niet op weg naar heidenen, naar hottentotten, moslims, Aziaten, Eskimo's. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeef u liever, er staat in het oorspronkelijk, het is mijn keuze, tot de verloren schapen van het huis Israël te gaan. Laten wij eens verder kijken wat de profeten nog meer zeggen. Jesaja 40 vers 11. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm lammeren vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. In de eerste verse van het hoofdstuk zegt hij, troost, troost mijn volk, zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem, roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hij, Jezus, zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Deze boodschap is niet voor alle volkeren, alleen voor Israël. En dit wordt zowel liefdeloos genoemd als een dwaler. Ik hoor het zo dikwijls, maar ze hebben me nooit kunnen vertellen waar ik fout was. Als je de schrift uitlegt, zoals er staat geschreven, kan je geen fouten maken. Maar de beschuldigers zijn juist dwaalstemmen. Jezus' liefde voor Israël is zo groot dat hij zijn leven ervoor heeft afgelegd. Vreselijke pijn en hoon verdragen voor zijn volk, moet je voorstellen.
Dit verkondigen de predikers nooit. Nee, het oude volk Israël heeft niet afgedaan. God heeft geen nieuw geestelijk Israël uit alle volken genomen. Dat is een dwaling. Als wij de recente boodschap verstaan, zal onze liefde dieper worden voor hem die stierf voor zijn volk Israël. In Ezechiël staat zulke prachtige hoofdstukken die dit bevestigen. Het opschrift van Ezechiël 34 is: de Heere zelf, de goede herder van zijn volk. Hij vertelt van de schapen die alles kaal vreten, het water troebel maken. Hij spreekt van de slechte herders enzovoort. En zegt met klem dat de goede herder juist zoekt naar zijn schapen. Ik heb zo de pest aan die valse herders. Echt, ik heb gewoon gruwelijke hekel aan die misleiders. Want het volk van God leidt armoe. Ze gaan niet naar die groene weide. Nee, ze zijn op weg naar de hel omdat er valse herders zijn. Je moet luisteren wat God zegt in Ezechiël 34 vers 4 tot 6. En ik zeg het, dit waar ik over spreek gaat ook over politieke leiders. Vanaf de koning, de ministers, de Tweede Kamer, al die volksvertegenwoordigers in je gemeente, overal. En dan komen ook die kerkelijke leiders erbij. Je moet goed luisteren wat God zegt. Zwakke versterk gij niet. Bejaarden, zieken, ongeneeslijk zieke mensen, ongelukkige mensen die zo geboren zijn. Zieken geneest gij niet. Gewonden verbindt gij niet. Want als je al minima hebt, moet je er nog eerst geld weghalen om rijken hun zakken te spekken. Onze koning rijdt in een auto van 600 miljoen euro. Zijn moeder heeft ook zo'n soort auto. Ik weet het, want ik ben daar chauffeur geweest in het hof. Afgedwaalde haalt gij niet terug. Want ze keren hun rug naar het volk. Rutte is niet voor jou, want die heeft natuurlijk een wereldsalaris. En al die Kamerleden hebben ook een wereldsalaris. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen koninkrijkje. Dit is wat God zegt, niet ik. Het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. En die mensen, ons volk, raakt verstrooid omdat er geen herder is en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds. Mensen weten niet dat dit andere volkeren betekent. Moslims, zwarte, gele en bruine. Dit is wat de Bijbel ons leert, maar het wordt u onthouden. Dus die dieren des velds leven nu onder ons Adamieten. En zo raken zij verstrooid. Mijn schapen, Israël, dwalen rond op alle bergen. Dat betekent koninkrijken en kleine koninkrijken. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of zoekt. Er is niemand in Nederland, en ik durf het rechtstreeks in die kamer te zeggen, die niet zoekt naar die verloren schapen van het huis van Israël. Niet. Ja, ze lopen wel massaal achter de Joden dan. En als ze nou Messias beleiden zijn, of al die alle toestanden, maar dat geeft niet. Als het maar zo is, vinden zij. Omdat het vandaag onze herders, omdat ze niet weten wie dat volk is en waar Ezechiël over spreekt in opdracht van God, is ons volk in verval geraakt. En worden wij verteerd door vreemde ideologieën, vreemde theologieën en vreemde leringen, omdat wij niet weten als Nederlandse volk dat wij tot Gods volk behoren. Wij behoren tot de stam van Zebulon en Friesland tot de stam Issachar. De rest van Nederland weten we nog helemaal niet. Want we zijn een land die van elkaar geraapt zijn. Daarvoor heb ik allemaal verschillende talen en dialecten. Want we zijn kunstmatig tot een Nederlands volk gemaakt. Limburgers zijn anders als Groningen en Friesen zijn anders als Drenthe. En Hollanders zijn weer anders. Ik ben een Hollander en ik woon in Friesland. Daarvoor zijn Friesen en Hollanders, Zebulon en Issachar, broedervolken. Dat durf ik van Limburgers niet eens te zeggen. Maar u weet het niet. U kent uw eigen vaderlandse geschiedenis niet eens. Laat staan de geschiedenis van de Bijbel. U gelooft uw herder, die in zo'n donker pak elke zondag daar op die kansel staat. Of ze hebben zo'n gerechter kleed dan. En dan spreken ze met heren met twee e's. Oh, ik moet er niks van hebben van die lui. Want die honingzoete stemmen hebben miljoenen mensen misleid in de jaren van het zogenaamde christendom in ons land. Ja, ik weet het, ik ga daar niet minder over praten. Het is zo, u moet gewoon wakker worden. Rutte is een leugenaar.
Pechtold is een leugenaar. Al die politieke leiders zijn leugenaars. Ook Geert Wilders is een leugenaar. Hij is wel tegen die moslims, maar hij is zelf een halve Jood. Dus hij hult met die valse Joden in Israël. Nou, dat weet hij natuurlijk ook niet, maar goed. Een beetje zoeken op dat internet zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Daar staan al die dingen beschreven. Oké. Okay. Onze herders weten niet dat wij tot het volk Israël behoren. Want er zijn geen herders die het ons vertellen. Daarom zijn wij verstrooid geraakt in vreemde afgodsdiensten. En hebben wij, massaal God verlaten. Occulte machten leggen beslag op ons volk. Kijk maar op de televisie met die zogenaamde programma's. Of die occulte programma's. Waar je door veel geld te betalen zogenaamd hoort wat je hoort. Met die smijlen, al die soorten luiders. Het is een vuilnisbak van ellende wat je op die televisie ziet. Want ons volk zoekt naar vermaak, brood en spelen. Voor de waarheid is geen tijd. We hebben zelfs een goddeloze regering. En onze koning steekt zijn hand uit naar moslims en homofielen. Hij gaat er zelfs op bezoek, moet je voorstellen. En hij neemt ook nog een Bijbel in ontvangst. En hij doet net of hij hervormd is. En hij gaat naar de paus. Neemt hij zijn vrouw en kinderen mee. Dan moet je toch ergens wel een steekje los hebben, of niet? Of ben ik nou achterlijk? U mag het zeggen. Ja. De Heere zelf is onze leidsman en herder. Vers 11 en 16 zegt dan ook, want zo zegt de Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en redden uit de plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisters. Dat is de dag dat hij terugkeert. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, dus ze gaan in hun eigen streken weer wonen, bij de beekbeddingen, soms zijn die van die woorden waar je struikelt je tong erover. En op de hoge bergen van Israël zal ik hun wijnplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op goede wijnplaats. En zij zullen in vette weiden grazen op de bergen van Israël. Dat is het koninkrijk van God. De verlorenen zal ik zoeken, de afgedwaalden terughalen, de gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar de vetten en de krachtigen zal ik verdelgen, ik zal ze weiden zoals het hoort. Ha! Hoor je, herders? Hij gaat jullie verdelgen. Dit alles zal gebeuren op de dag van wolken en donkerheid. Dus al die rijke lui zullen allemaal uitgeroeid worden. Nou. De niet-Israël volkeren stellen zich op tegen gans Israël met maar één doel, de vernietiging van Gods kinderen. De moslims onderin willen maar één ding over ons heersen. Die zwarten willen maar één ding over ons heersen. Die Aziaten willen maar één ding over ons heersen. En ons vernietigen. En onze overheid staat er toe. Elk jaar minstens 30.000 ongeboren kinderen in de moederschoot worden vermoord. En dan staan ze 4 mei met een uitgestreken gezicht daar krantje te leggen. Is ongelooflijk. En altijd zijn de Joden daaronder om hun zogenaamd dramatisch verhaal te vertellen. Elk jaar is dat zo. Ik erger me er altijd groen aan. Joden behoren niet tot ons volk. Ze zijn uit het oosten, uit het Midden-Oosten en uit Noord-Europa, Oost-Europa gekomen. Daar zijn ze verdreven. Ze zijn zo recht gekomen in ons kustlandje. We zijn een soort afvoerputje van allerlei vluchtelingen geworden. We hebben meer last gehad van de Joden als voordeel. Maar u weet het niet, want u bent opgevoed dat de Joden het volk van God zijn, dat ze zielig zijn en dat dit en zo. Diezelfde Joden hebben die Messias laten kruisigen. Ze hebben die vloek over zichzelf gehaald. Als je in de handen valt van die levende God, krijg je het niet makkelijk. Zij zullen nooit terugkeren in het land. Het huidige staat Israël, ze hebben de naam al gestolen van die 10 verloren stammen, is een vals. Kijk maar, er is alsmaar oorlog met die Palestijnen en allemaal toestanden en zo. En ze gaan miljoenen en miljarden geld uit Amerika naartoe. En er zitten ook al die valse Joden. Maar u weet het gewoon niet. Nou, dus als Jezus terugkomt,
gaat er een grote verandering plaatsvinden. Dus die volkeren, die willen ons vernietigen. Daar staat in Psalm 83, want ik zit het niet te verzinnen. Ik heb niet zo'n grote duim, maar ik heb een heel klein duimpje. Maar ik heb gelukkig wel een dikke Bijbel. Daar staat in vers 4 en 5. Zij smeden een listig aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Tegen ons, moslims, in de Tweede Kamer. We krijgen weer een burgemeester moslim erbij. Niet alleen in Rotterdam, maar ook weer ergens anders. Wat zeggen die volkeren? Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer worden gedacht. Zag je die president van Turkije met zijn grote waffel op de televisie? En nou was hij weer handjes op het schudden. Met de G8 in Duitsland. Ook Ezechiël spreekt over de tijd van de heidenen die Israël wilden verdelgen. Dat staat in vers 30, vers 3. Want nabij is de dag, ja, nabij is de dag van de Heer, een dag van wolken en het uur der volkeren zal het zijn. Als Jezus terugkomt, zal hij een eind maken aan die volkeren. Openbaring 1 vers 7 zegt, zie hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. De psalmdichter schrijft het volgende in hoofdstuk 2, van psalm 2, vers 1 tot 3. Waarom woelen de volkeren, dus de heidenen, en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalden. Christenen zijn gezalden, dat betekent het woord gezalden. Maar het woord christen wordt te pas en te onpas gebruikt. Je hebt christelijke scholen. Ja, hoe kun je nou een gezalfde school hebben? Je hebt christelijke voetbalclubs. Hoe moet je nou christelijk tegen een bal schoppen? Ik snap dat ook niet. Dus mensen weten niet wat ze zeggen en waar ze mee bezig zijn. Maar die lui, die staan in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En wat zeggen zij? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ah, zeggen die zure namers. Wij zijn die banden van die zogenaamde slavernij kwijt. Nou gaan we even wat anders doen. En dan wordt er weer een monument opgericht en zo. Als je nou zogenaamd onder een slavendrijversvolk gezeten hebt, dan ga je er toch niet tussen wonen. Dat is toch dwaas? Ik zou er nooit mee te maken hebben. Als ik slaaf ben geweest, zou ik nooit in een land gaan waar ik slaaf zou zijn geweest. Toch nooit? Maar goed, ook dat weten mensen niet. We zien reeds de wolken van oorlogen over de wereld gaan. Dagelijks zien we het op ons journaal in de landen in Oost-Europa. Juist in deze tijd moeten wij goed opletten om de stem van de herder te verstaan. Want hij is bezig zijn schapen bij elkaar te brengen. De herder heeft ons geroepen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En voor zijn volk afgelegd. En de huurlingen zijn gevlucht. En hebben de kudde overgelaten aan de wolven. Maar prijs de Heer, God gaat voor ons zorgen. Ezechiël 34 vers 22. Ik zal mijn schapen verlossen, omdat ze niet langer tot een prooi zijn. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. Dan zal ik één herder over hen aanstellen die hen weiden zal. Mijn knecht David, die zal hen weiden. Ik zal hun een herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst overwezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen. Het is al die andere volken gaan allemaal uit ons land weg. Zodat wij veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal de regen doen nederdalen op zijn tijd, zegen brengen en regen zullen het zijn. Het geboomte de veld zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in hun land leven en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stang van hun juk verbreek en hun bevrijd uit de macht van hun krechten. Dan zullen zij de volkeren niet langer tot een prooi zijn. Hoort u, Nederlandse volk? Maar nou ben je een prooi voor al die buitenlanders. Het wild gedierte der aarde zal niet meer verslinden. Maar we zullen veilig wonen zonder dat iemand hen opschrikt. Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten. Waarvan overal spreekt zodat niemand in het land meer door honger zou worden weggerukt. En de smadere volkeren niet langer zullen dragen.
En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben en met hen ben. En dat zij, het huis van Israël, de 10 stammen, mijn volk zijn, luidt het woord des Heeren. Gij toch zijt mijn schapen die ik weid, gij zijt mensen, Adamieten. Ik ben uw God, luidt het woord van de Heere Heeren. Hoe duidelijk vertelt de Bijbel wie wij zijn. De Bijbel is geschreven aan en voor Israël. Aan wie zijn die zendbrieven geschreven? Aan Israël. Luister er dan goed naar. Dan ben ik er zeker van dat u het erg logisch vindt dat dit de schapen in de Bijbel Israël zijn. Petrus, Paulus, Johannes enzovoort waren niet geïndoctrineerd door valse theologieën. Zij hebben het van Jezus zelf gehoord. Ze hebben aan de voeten van de grote herder gezeten, de levende profetie van het oude verbond. Hij, Jezus, is het levend geworden woord. En zodoende hebben de apostelen precies geweten aan wie zij hun brieven moesten richten. Maar wij, die zoveel valse leringen hebben aangehoord, moeten tot in de fijnste bijzonderheden terugkeren, tot in het Oude Testament, om de schapen en hun verbond opnieuw te ontdekken. Wie is de goede herder? Wie is zijn kudde? Enzovoort. We zijn in onze tijd, weten we niet eens waar het om gaat. Zo erg is alles vergeestelijk. Hebreeën 13 vers 20 zegt, en God des vredes die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestigt u in alle goed om zijn wil te doen, terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Vandaag wordt er geleerd dat de kudde van de goede herder één grote bonte menigte is uit alle volkeren der aarde. Maar dat staat niet in de schrift. Wie werkelijk doorheeft aan wie de brieven geschreven zijn, kan pas de verdere weg vervolgen in het woord van God en steeds meer licht ontvangen, totdat het uitmondt in een stralende goddelijk licht. Israëlieten zijn Gods schapen. In 1 Petrus 2 vers 25. Want gij dwaalde als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en de hoeder van uw zielen. In de leer van vele predikers is het niet zo dat iedereen algemeen zondaar een schaap is. Ze zeggen zondaren zijn ook schapen. Dat is niet waar. Israëlieten zijn de schapen die zijn teruggekomen naar de goede herder. Dat zegt Petrus in zijn brieven in 1 Petrus 5 vers 4. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkende krans de heerlijkheid verwerpen. Hè? Als wij leren geloven dat alleen Israël Gods schapen zijn, dan begrijpen wij ook Johannes 21, 15 tot 17 beter. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, zoon van Johannes, heb gij mij waarlijk lief, meer dan deze? En hij zeide, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male, weet dat hem, Simon, zoon van Johannes, heb gij mij waarlijk lief? En hij zeide, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide het de derde male tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde keer en hem zeide, Heere, gij weet het, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Hier wordt Petrus aangesteld als schaapherder van Israël. Daarom zegt de Heere Jezus in Matthäus 10, vers 5 en 6, deze 12 heeft Jezus uitgezonden, hij geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, niet naar niet-Israëlieten, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dit stemt overeen met de profeten, want hij is een leidsman en een herder voor zijn volk Israël. In Matthäus 15 vers 24 zegt Jezus het volgende. Hij antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. God heeft nooit zijn verbond met Israël vergeten. We leven nu in de tijd dat we komen tot de climax van de profeten. 2000 jaar na Christus. Hij komt om zijn schapen bij elkaar te vergaderen. Daarom is deze tijd zo moeilijk, omdat de vijand alles in het werk stelt dit te voorkomen. Hij dwarsboomt en sticht verwarring onder Gods schapen. Hij probeert ze uit te roeien door vermenging.
Ons volk is over 17% vermengd door huwelijken met andere volkeren. En ze worden zelf afgeslacht. De bedoeling van Satan is dat er geen Israëlvolken meer overblijft waar de goede Heer koning over kan worden. En Gods volk heeft deze aanslag niet door, zij zijn immers misleid. Misleiding is de ergste wat de mens kan overkomen. Daarom Gods waarschuwing aan de herders in onze dagen. Maar gelukkig, de grote Herder zal ons redden. Hij zal zich haasten om recht te doen aan zijn kinderen. Wij moeten niet moedeloos worden. Hij zal zijn schapen zelf zoeken. Prijs zijn naam. Hij is de leidsman en een herder voor zijn volk Israël. In Lucas 19 vers 9 en 10 lezen wij: en Jezus zei dat hem heden is aan dit huis redding geschonken, omdat deze ook een zoon van Abraham is. Want de zoon des mens is gekomen het verlorene te zoeken en te redden. Wie was er verloren? De 10 stammen van Israël. En Zacchaeus is nu een zoon van Abraham geworden omdat hij gered werd. Dat is wat ze zeggen. Of werd hij gered omdat hij een zoon van Abraham was? Jezus zegt duidelijk, hij is een zoon van Abraham. Evangeliepredikers draaien de zaak om. Zij zeggen, door geloof wordt men een kind van Abraham. Dat staat nergens in de Bijbel. Redding maakt van iemand geen schaap. Nee, de geredde was al een schaap, een verloren schaap. Daarom zoekt de herders ons. Wij zijn zijn volk, maar een verloren volk. Daarom zocht hij ons. Lucas 19 vers 10. Want de zoon des mens is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij zal zijn kudde niet in de steek laten, staat in Marcus 4 vers 35 tot 41. Hij zeide tot hen op de dag, toen het laat geworden was, laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mede. En waren ook andere schepen bij hem en hij stak. Een zware storm op de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Maar hij zelf lag op de achterschip tegen de kussens te slapen. En zij maakten hem wakker en zeiden, meester, trek gij er niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd volkomen stil. En hij zeide tot hem, waarom zijt gij zo bevriest? Heb gij geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd en zeiden elkaar, wie is toch deze dat ook de wind hem gehoorzaam zijn? Dit is een voorbeeld dat als wij als volk nooit zullen vergaan. Nee, zijn liefde voor zijn volk is groot. Hij bezit het machtwoord, zwijg, wees stil. Denk eens aan het Onze Vader, uw Koninkrijk komen. Halleluja. Het mooiste voorbeeld van Israëls herstel lezen wij in Ezechiël 37. Dit hoofdstuk is het waard om eens goed bestudeerd te worden. Dan zal ons geloof groeien en zullen we de goede Herder beter leren verstaan. Lees ook Psalm 23. Maar nu weten we dat deze aan Israël is gericht. U zult het met nieuwe ogen aanschouwen. Er is veel geschreven over de grote goede Herder, te veel om op te noemen. Als u nu in de Bijbel iets leest over schapen, weet u nu wie dat zijn. Gods volk Israël. Onze toekomst als Nederlandse volk staat vast, want het zal ons volk aan niets ontbreken. Alleen op één voorwaarde. Als wij ons nationaal zullen bekeren en de God van Israël zijn rechtmatige plaats in ons volk teruggeven. Dat onze koning werkelijk regeert door de gratie God in zijn opdracht zijn wetten terug te brengen, zodat we als volk weer een gezegend of gezalfde natie kunnen zijn. Dan pas kunnen wij als een deel van het niet-Joodse Israël werkelijk een zegen zijn voor andere volkeren. Dat is de taak van Israël. Hun opdracht is een getuigenvolk te zijn van de grote daden Gods aan hen verricht. Want geen ander volk op aarde heeft zo'n geweldige God als de God van Israël.
Dank Vader in de hemel voor zo'n leidsman en een herder. Halleluja. Heere God, Koning van Israël, maak uw woord krachtig in ons Nederlandse volk, want uw woord is kracht. Halleluja. Dank u Vader voor zulk een prachtige boodschap die ik over mocht dragen aan uw kinderen. Daarom is het ook belangrijk om Bijbelstudie te doen. We moeten af van al die valse leerstellingen. We moeten helemaal omgeschoold worden. Gedelete worden. Doe je op de computer. Weg. Opnieuw beginnen. Lees met nieuwe ogen uw Bijbel. Die God van Abraham, Isaac en Jacob is uw schepper. Hij heeft u geschapen als Adamit. En uit dit geslacht van God, uit Abraham, Isaac en Jacob, zijn wij als Nederlandse volk er onderdeel van. Ik kan dat bewijzen. Aan de eerste plaats vanuit de schrift, tweede plaats uit de reguliere geschiedenis en op vele andere manieren. En daarom kunt u altijd met ons contact opnemen. U kunt vermoedelijke vragen brengen en we zullen trachten daar een goed en een duidelijk antwoord op te geven. Dat is wat ik doe met Radio Ecclesia. Ik wil zo ontzettend graag dat de ogen van ons volk open zullen gaan, dat we weer een lieflijk volk zullen worden. En dat we dan pas een zegen kunnen zijn voor de hele wereld. We zijn vol met goede doelen te doen. En het leidt allemaal tot niets. Je kan pas iets doen als je het vanuit God doet. En nooit iets anders. Daarom bid ik elke dag. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob ons volk de ogen zullen openen. En dat hij zijn geest uitstort. Een geest van berouw. Dat we met z'n allen zullen terugkeren tot die levende herder. Die goede herder van Israël. Amen.